HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi. Trucks, vans en cars. En Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Dit van Donkschot, een trieste voetbalmiddag, twee blessures, een dikke nederlaag. Hoe rij jij zo meteen naar huis? Ja, niet fijn natuurlijk. Hè. En, kijk, dat je een keer kan verliezen, dat kan gebeuren. Hè. Die blessures, dat moeten we van de week bekijken hoe het daarmee mee voor staat. Want daar kan je natuurlijk nu nog weinig over zeggen. Maar ik vind dat wij in de eerste helft veel te ongeduldig hebben gespeeld. Te snel de bal naar voren. Nou, dat is ook een stukje ervaring met Tim en Thomas achterin. En dan moet je gewoon die bal rondspelen, want zij wilden ook niet op dat moment. En zij wachten gewoon duidelijk op dat foutje van ons. Nou, dat kwam niet. Tot op 10 minuten voor het einde, dat je hun in de wedstrijd helpt. Ja, waarin Sander over een bal in duikt. En dat kan natuurlijk gebeuren. Maar daarna zag je wel dat die kopjes wat ging hangen. En dat hebben we normaal niet. En dat heeft misschien dan ook te maken dat je dan op dat moment moet wisselen. En dan krijg je die domper ook nog vlak voor rust. Dat is natuurlijk zuur. En dan probeer je dat in de rust recht te zetten. Ik vond dat we ook goed de kleedkamer uitkwamen. Alleen dan krijg je de eerste beste bal die weer op kool gaat. Die gaat er weer in. Dat zeg ik, Sander heeft ons vaak genoeg gered. Nou ja, nu had hij vandaag een totale off-day. Ja, en als je keeper fouten maakt, dan ligt hij in het mandje. Hoe is het met de fitheid nu van jouw selectie? Want je zegt het zelf al, twee blessures waarvan je niet weet hoe ernstig ze zijn. Thijs Houwing begon op de bank aan het begin van het seizoen toch in de basis. Hoe fit is hij en hoe fit is jouw selectie op dit moment? Maar dat heb je ook kunnen zien. Hè? Want we zijn gewoon blijven voetballen, ook zeker op het laatst. En dan kan je zelfs nog een goede goal maken en met een beetje meer geluk. Kan je misschien nog een goal maken, maar dat zat er gewoon niet in vandaag. Want er zaten gewoon te veel jongens. Die speelden onder de maat, te weinig communicatie. En dat zie je bij hun. Ja, nieuwe trainer, dus die gingen ervoor. Maar ik vind dat zij, misschien na die 4-0, hebben ze wat kansen gecreëerd. Maar daarvoor hebben ze totaal kansen gecreëerd. Want ik vind dat wij vandaag 4 keer gescoord hebben. Ja. Maar aan de andere kant creëren jullie ze ook niet natuurlijk. Nee, dat klopt, maar dat zeg ik ook. Hè. Zeker in de eerste helft vond ik dat we veel te matig spelen. Maar dan moet je het geduld bewaren. Hè. En dat is iets wat we nog moeten leren hè, met deze ploeg. Om dan niet te snel naar voren toe te gaan lopen. Maar speel dan maar die bal achterin rond als zij niet willen. Ja, waarom? Je speelt uit, hè. Je hoeft helemaal niet. Ja, en daar moeten we nog stappen in maken. Hè. Want nu zag je dat er te veel fout ging. Nou, dan durven bepaalde spelers net niet meer om dan toch gewoon te blijven voetballen. En dat is een momenten waarin we nog vreselijk veel stappen moeten maken. Even anders, ondanks de nederlaag draaien jullie natuurlijk een hartstikke fijn seizoen. Het is vervelend vandaag, maar jullie doen het gewoon goed. Je hebt het volgens mij ook naar je zin. Wat betekent dat voor volgend seizoen? Ben je daar al een beetje mee bezig? Weet je dat voor jezelf al? Nee, maar dan ga ik thuis ook even overleggen natuurlijk. Jullie weten, het is natuurlijk toch een behoorlijk eind rijden met mijn vrouw overleggen. Maar ik heb het prima naar mijn zin. Je geeft het zelf al aan. Hè. We staan er prima bij. We hebben fantastische wedstrijden gespeeld. Ja, in Spakenburg uit. Dat kan je verliezen. Je kan ook zeggen, ja, je treft ze misschien net even hè, op het verkeerde moment. Maar deze wedstrijd moeten we heel snel vergeten. Maandag even over praten en dan heel snel naar Scheveningen toe. HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi. Trucks, vans en cars. En Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Hey!